Dat klopt, de Reaper. We hebben in ieder geval besloten dat we 6 maanden, nog een half jaar langer, het testprogramma hier volhouden. Daar zijn we gewoon heel enthousiast over. Het is hier een geweldige testomgeving. En dat gaat gewoon heel erg goed. Dus daar gaan we gewoon in ieder geval nog een half jaar mee doen. Maar waarom gaat u verlengen? Waarom gaat het langer door dan gepland? Omdat wij gewoon heel erg blij zijn met de mogelijkheden die we hier hebben. De Reaper, die drone, is nog niet zo heel lang in ons bezit. En de toegankelijkheid tot het luchtruim hier bijvoorbeeld is gewoon optimaal om te trainen. En ook om de kennis en expertise die we daarmee opdoen, om die informatie ook weer beschikbaar te stellen. Natuurlijk gewoon voor de intel hier. Dat is gewoon enorm waardevol. En dat kan hier ook gewoon beter dan in Nederland. Dus ja. Daar zijn we wel blij mee. Kunt u uw antwoord ook in de context van de huidige situatie in de Oekraïne zetten? Nee, eigenlijk niet. Omdat die drones, die zijn echt voor informatievraag. De drones hebben nog niet zo lang. En wij zoeken vooral een omgeving waarin we gewoon die drone kunnen oefenen. Dat begrijp ik, maar oefenen. Er is natuurlijk een vraag vanuit, of er kan een vraag komen, laat het zo zeggen, waarop Nederland gevraagd wordt om bij te dragen aan de oorlog in Oekraïne op een of andere manier binnen NAVO-verband. En dan is het toch logisch dat een systeem als deze dan klaar is om ook ingezet te kunnen worden. En ik kan me voorstellen dat een besluit tot verlenging daarmee te maken heeft. Nee, niet. Nee. Het is echt anders, namelijk wij hebben de drone nog niet zo lang in ons bezit. Wij zoeken ideale testomgeving, die vinden we hier. De drone is voor Intel, de drone is ook voor ons. We zijn echt absoluut niet van plan om die drone af te geven nu aan een ander bijvoorbeeld. Dus we hebben die echt nodig om zelf te testen. Dat is ook de reden waarom we er 4 extra hebben aangeschaft. Dus dat is echt de versterking van onze krijgsmacht. En hier kunnen we uitstekend uit de voeten om daarmee te oefenen. En in ieder geval voor een half jaar. Dus dat betekent sowieso dat die het komend half jaar nergens anders heen gaat behalve Curaçao. Ja. En mocht er een oproep binnen een NAVO-verband komen, dan staat u hier niet onwelwillend tegenover? Iedere oproep wordt altijd op zichzelf beoordeeld. Dat gebeurt op het moment dat die plaatsvindt. Maar ik heb geen enkele aanwijzing dat zou gaan plaatsvinden.